Stichting Kinderdroom Wens bestaat vandaag precies 12,5 jaar. De stichting is voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar die een ernstig trauma hebben. Bijvoorbeeld door het verlies van een broertje of een zusje. Als je vraagt naar hoogtepunten, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat voor ons bijna iedere dag weer een nieuw hoogtepunt is. Iedere vervulling van een wens, alle activiteiten die we doen, is weer iets nieuws, iets moois wat we kunnen geven aan de kinderen en de jongeren. We hebben wel flink hard moeten bikkelen om de crisis door te komen. En dat voelen we nu nog wel steeds. En ja, ik weet niet of ik dat echt als een dieptepunt wil ervaren. Want we zijn er nog steeds. En daar ben ik best trots op. Ja, nou, wat wij op dit moment niet meer zoveel doen, is de individuele wensen vervullen. Omdat we gemerkt hebben dat juist als je kinderen of jongeren met elkaar in verbinding brengt, dat het veel meer effect heeft. Omdat ze ondersteuning vinden bij elkaar, lotgenotencontact, de coaching die wij aan kunnen bieden, dat brengt veel meer voor de toekomst. En wat wij merken is dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, dat hun gevoel van eigenwaarde groeit. En wat we merken bij de jongvolwassenen als ze een coachingstraject hebben meegemaakt, dat ze zich weer durven te verbinden met elkaar en dat ze merken dat zij niet alleen voor staan. Wij willen heel graag de komende 12,5 jaar doorgaan met het werk wat we nu doen. Heel veel blije gezichtjes zien. Heel veel jongeren kunnen ondersteunen met coaching. En heel veel gezinnetjes samen in verbinding brengen. Waardoor ze weer ruimte en kansen zien voor de toekomst.